Yo, van nou, Bram, wat is video van op deze, wat is het? 31 januari alweer bij deze aflevering. De laatste dag van januari, na de Intromeer. Met wat aan internet? Ja, mensen, we zijn al bij deze aflevering van Wat aan internet, de dag. En ja, eigenlijk was er vorige week geen aflevering, omdat ik het toen een beetje, ja, geen zin had, zo kan ik dat stellen. Had ik geen zin om een aflevering te maken, dus ja. Dus nu zijn we met weer wat afleveringen. Ik heb wat afleveringen geschoten voor de komende 14 dagen, dus dan ja, kan je je zeker niet vervelen op Rembrandtse Passie. En daarna probeer ik gewoon alledaags gewoon weer een video te maken. Dus ja, ik had het gewoon even de medio januari had ik een beetje een dipje. Kan gebeuren natuurlijk. Maar sowieso, in januari is het voor mij een klote maand. Want ik ben iets aan het bedenken, dat komt vanaf maart. En dat wordt een beetje de vervangen voor reageren op Effing-gebruikers. Maar ik weet geen goede naam om te bedenken. Dus ik ben dan nog even aan het speculeren van wat is nou een hele goede naam voor de serie. Maar we gaan vandaag reageren op 8 vanzelfsprekende dingen uit het verleden die ongemerkt zijn verdwenen. We blijven ons ontwikkelen, waardoor er steeds meer nieuwe uitvindingen worden gedaan. Dit zorgt ook voor dat andere dingen intussen stiekem van de wereld verdwenen zijn. Dus zo de ooit zo onmisbare gouden gids zien we bijvoorbeeld bij niemand meer. En ook dat gehands met een kaart als je naar een onbekende plek toe moet rijden is een ding uit het verleden. Dit betekent dat er veel dingen zijn vroeger vanzelfsprekend waren. Maar door de jaren heen onopgemerkt zijn verdwenen. Sinds probeerde via Twitter diep te graven in onze collectieve brein en op zo'n schatkist van nostalgie. Wat is in het verleden verdwenen zonder dat we er erg in hebben? De videotheek. Ja, de videotheek, dat was sowieso een leuk ding. Ik kom soms ga je even met mensen, ga ik soms even wat. Ja, videotheek vind ik wel leuk om te zien, zeg maar. Vind ik gewoon leuk. Hier rond kan je wat toch een stuk leuker dan die Videoland app. Ben ik mee eens. De gezelligheid. Gesprekken door de gezelligheid. Gesprekken door de mobieltjes. Ja, het is soms een dingetje hoor. Want je ziet bijvoorbeeld. Dan kijken mensen tv. Maar dan zitten ze ook tegelijkertijd op zijn telefoon. Dus ja. Telefoonnummers uit je hoofd kennen. Ja. Ja, klopt. Ja, toen had je nog een telefoonboek. En nog steeds trouwens, maar ja. Mijn hoofdhaar. Arme paal. Oké. Mijn liefdesleven. Oh. Gelukkig zijn dat de afgelopen jaren honderden datingshows voor in de plaats gekomen, zodat je altijd weer voor een nieuwe kans kunt gaan. Ja, ik heb ook nog geen liefdesleven. Maar die komt er hopelijk aan. Dit jaar. Ik weet het niet. Maar het zou mooi zijn. Degene die kijkt, denk ik niet. Waarom zei dit? Maar oké. Dat weten we nog zo net niet. Sneeuw en ijs. Ja, dat is ons een dingetje, want ja, we zien allemaal de winter voor 2023. Kunnen de boeken in als een slechte winter. Maar misschien is het in de loop der tijd wel weer wat veranderd, want dit neem ik op 15 januari en deze aflevering is op 31 januari, dus dat is 6 dagen vooruit. Mijn jeugd. Polio. Deze mag lekker in het verleden blijven. Polio. Oké. Nou, dat waren een beetje de dingen. Ik zou even kijken wat er nog meer te. Even kijken hoor. 12 extreme gênante gesprekken tijdens een werkborrel. Oké. Om borrels en andere netwerkgelegenheden kan het nog lastig zijn om een gesprek te starten met mensen die je niet goed kent. Maar wat je ook doet, doe de mensen die de volgende ongemakkelijke momenten hebben veroorzaakt vooral niet na. Behalve als je met rust gelaten wil worden en de avond alleen door wil brengen. Want deze 12 gesprekspartners bakken er niet heel, echt heel veel van. Door deze vraag was Jutta benieuwd in wat voor ongemakkelijke gesprekken anderen terecht zijn gekomen. Wat is het meest awkward gesprek dat je ooit voelde met onbekenden op een borrel? Ik begin wel. En jij, ben jij al in overgang? Ja. Ik zit in overgang naar een ander gesprek.
Waarschijnlijk kun je de volgende uitnodiging op je boek schrijven. Heb jij net zoveel zin al in deze onzin als ik? Ik heb het georganiseerd. Ja. Ja, 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 ja. Dit komt wel hard aan als je niet in de buurt bent van 65 plus komt. Een nieuwe borrel fitness. Het eerste compliment van de dag is binnen. Ik zit aan een tafeltje met de oudere deelnemer van Pilates / Full Body Workout. Zegt de 65 plus tegen de andere. Is dat nu jouw man? Oké. Een kennismakingsgesprek op kantoor is in ieder geval niet meer nodig. Vrouw begon me te schelden omdat ze dacht dat ik haar ex was. Al teruggezien. Maar onderaan bleek dat het dus niet te zijn. Toen ging ze haar levensverhaal vertellen. Mijn eerste week en ik maakte op dat moment kennis met de directeur. Dat is niet heel goed kennismakingsgesprek dus. Nu is dit geen borrel, maar ongemak is het zeker. Vorige week de dakreparateur. En hoe was de bevalling? Was ze er snel uit? Oké. Ik kan niet altijd stress gooien. Ik dacht dat jij geen kinderen wilde. Was er met kind? Wat had ik moeten zeggen? Nee, ja, klopt. Maar ik kwam er later achter en nu doe ik het maar mee. Wat fijn dat mensen zich geroepen voelen om zelf op je geboorteplaats nog kritiek te leveren. Waar kom je vandaan? Noem het geboorteplaats, dat zegt degene dan. Dan ben je ondanks je afkomst best aardig teruggekomen. Ha 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 ha. Er is eerder iets met de nieuwe collega. Nieuwe collega vraagt, ben je getrouwd? Nee. Is er iets mis met je dan? Dat je geen man kan vinden? Zolang een kind Jan Kees er niet bij de trap bij lat, is er niks aan de hand. Op een verjaardag spraken we over gezamenlijke kennis die overal naar neus stak. Een kind hoorde het gesprek, liep naar de kennis toe en zei, steek jij overal je neus in? Ja. Knap dat een compliment zo snel kan worden opgegeven door een belediging. Wat zijn dat jouw kinderen? Hoe kan het dat jij zulke mooie kinderen hebt? Dat zou je niet verwachten als ik jou zo zie. Ja, dat is pijnlijk. Over voor 1111 is dan gesproken. Een jaar of twee geleden raad ik met iemand in gesprek die 6 speeltjes ontbiep. Ik weet precies de vraag niet meer met een beetje en een snack in mijn handen. Maar hij trok mijn broek en onderbroek naar beneden en zei dat het ongeveer net zo spannend was als dit. Goed. Je kan jezelf natuurlijk ook in te kakken zetten op een borrel. Die en die is toch een vredelijke zeikert. Nog een beetje doorgaan met klagen, zeikert komt eraan. Ik ga bij zijn vrouw steden waar tegen ik al 10 minuten gauw spuw over dat luik van schaamte om in weg te zakken. Oké. Nou mensen, dit was een beetje de bos. Die vandaag deze dinsdag 31 januari, de laatste dag van januari, te zien waren. Wij zijn er volgende week met een nieuwe aflevering van deze serie. Zie je dan? Hoop ik dan. Doei doei!